gedaan, terwijl we hier een de landmacht daar met die tank aan de slag van ja, die motor. En natuurlijk nog steeds is dit het moment, dames en heren, om als je in het paddock bent, even bij alle verschillende auto's, de verschillende teams, de verschillende rijders, bij de motoren en de trucks natuurlijk te gaan kijken. Nergens kom je zo dichtbij bij een Dakar-auto. Ja, die zit vast. Bij de buggies en de auto's. Zo direct om 5:01 hebben we de derde marge van de motoren. Later zullen we die motoren natuurlijk nog in de finale zien, maar zo direct de derde marge van de motoren. En dan gaan we verder met het programma met natuurlijk de marge.